welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton en kijk deze video helemaal. Want hoe meer er gekeken wordt en hoe meer leden, dus word ook lid alsjeblieft. En als dat allemaal gebeurt, dan is het allemaal dik in orde. Want hoe meer leden en hoe meer er gekeken wordt, des te meer kunnen we voor jullie gaan doen. In ieder geval, we hebben heerlijk geslapen, lekker geontbeten. Daar is de kat. Linda is aan tafel, is ze bezig met administratie. Huh? Goedemorgen. Dus die laat ik even haar gang gaan. Ik ga naar boven, want kijk, ik heb hier ook een vlog op staan. Even goedemorgen wensen. Hallo Linda. Goedemorgen. Ja, ze is druk bezig, dus dat doet zij altijd. Ja goed, we doen er wel samen dan niet van. Maar in ieder geval, ik ga naar boven. Daan is ook al wakker. Die is lekker op zijn kamer televisie aan het kijken. Ik heb hier al het bed even opgemaakt. Goedemorgen Daan. Hallo. Die is net wakker. Die is lekker YouTube aan het kijken. Ik heb was heb ik aangedaan. Ik heb beneden heb ik geveegd, want ja, moest er even. Ja goed, en met het weer neem je toch altijd van alles mee naar binnen. Maar goed, is tot daar aan toe. In ieder geval, ik sta hier. Ik ga even de was even navoelen, kijken en dat soort dingen allemaal. Want hij heeft normaal vandaag... Hij heeft normaal... Wacht even. Zo, ik was even te vlug. Dus, ja, Dan is net naar beneden. En wat ik al zei, normaal heeft hij een voetbalwedstrijd. Maar dat is een kindje, is niet ziek, maar er is meer wat gebeurd. Maar niet ernstig. Waardoor de wedstrijd niet door kan gaan vandaag. Dus normaal was het op deze dag een voetbalwedstrijd. Maar goed, het kan altijd gebeuren. Goed, en het zijn en blijven kinderen. En het is altijd wel leuk om een voetbalwedstrijd mee te maken. Dus ja goed, daarom is de reden waarom de wedstrijd af is gelast. Maar dat komt wel ergens in maart. Is dat wel weer op een doordeweekse avond. Dan hebben ze een inhaalwedstrijd. Dus, maar goed, dus in ieder geval, dat is dat. Even genoeg gekletst. Ik ga even aan de slag. Even kijken wat droog is. En of die lakens wat ik... of die ook droog zijn. Dan kan die laken weggegooid worden. Want daar zaten gaten in. Dus, maar dat laat ik dan straks wel even zien. En dan anders komt dat wel een keer. Hè? Maar goed, in ieder geval, ik ga aan de slag. En dan gaan we er iets moois van maken. Dus geniet in ieder geval van de beelden. En ga lekker achteruit op de bank zitten. En geniet van de vlog wat we gaan maken nogmaals. Dus in ieder geval, aan de slag. En dan was ik even aan de was. En kijk eens. Wacht, één moment. Okay. Het zijn luchtgaten. Dus ja goed, daarom waren die ook vervangbaar. En die lakens heb ik vijf, zes jaar gehad. En ja goed, dan beginnen te slijten. Hè? Dus ik ga nog even verder met was afhalen. Kijk hè, dan ben ik bijna helemaal klaar met strijken. Is de boel is weer helemaal klaar. Alleen dit was nog niet droog. Daar is Linda. Ik kom even helpen. Dus we gaan de boel even opruimen. En dan wordt langzaam tijd om te gaan lunchen. Want die ene was dus ook bijna klaar. Linda is de rest even op aan het ruimen, dus ik laat het even voor wat het is. Dan is beneden aan het gamen. Kijk maar. Tadaa. En ik ga even lunch maken. En dan had Linda hier een bestas. Maar er staan een bestas in de stal. Ja goed, man, ik zei, dus ik ga jullie neerzetten en dan neem ik jullie gezellig mee. En de lunch is klaar. Ik heb lekker bolletjes gemaakt. Dus gaan we even lekker heerlijk lunchen. Ik heb de lunch allemaal opgeruimd. De was was klaar, dus die heb ik bovenop gehangen. Ik heb de donkerbonte was heb ik aan. En die lakens wat ik van de week gekocht heb, die adviseren ze toch om eventjes te wassen. Dus we blijven vandaag wassen. Maar ja goed, nou is het weekend, dus wat goedkoper stroom. Hè. Dan scheelt dat weer. Dus dat doen we dan strakjes. Dus Linda is ook helemaal klaar daarvoor. Dus ja goed. Dus in ieder geval, aan de slag. Zoals jullie zien heb ik de jas aan. We gaan op naar de auto. En dan gaan we nog wat, ja. Dat zeg ik zo meteen wel.
We zitten heerlijk in de auto. Het raam is open. Ja. Ja, laat maar even open. Wij gaan even naar onze mijn familie even toe. Dan gaan we daar even op bezoek. Even gezellig kletsen. Dus yes, alright. We hebben er zin in. Wij zijn gearriveerd, dus we gaan even naar binnen toe en dan gezellig kletsen. Ja, yay! Wij gaan weer richting auto, dus we hebben gezellig gekletst en heerlijk gedronken. Dus in ieder geval, we gaan op de auto. Zo, dan zitten we heerlijk in de auto, dus we gaan op naar huis. En dan zie je ons thuis. Wij zijn thuis aangekomen, dus in ieder geval, de was was klaar, dus die ga ik even bovenop hangen. En dan gaan we nog leuke dingetjes doen. Yes, alright. Ik heb de was heb ik opgehangen. Dus Linda en Laan zijn even naar de Plus. En dan wou even wat kopen. Ja goed, zo daartoe. Daar heeft hij ook zijn zakgeld voor. Dus dat is wel prima. En ik heb net de donkerbond de was opgehangen. En de lakens ben ik even aan het wassen. Want ja goed, ze adviseren het. En als je dat niet doet, kan je uitslag of wat krijgen, weet ik veel. Maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval, dat is weer helemaal gedaan. En dan zijn we wel blij. Dus we zijn blij dat we thuis zijn. Wij zijn even een hele tijd zijn we verder. We hebben even lekker gechilled. Ik heb net die lakens heb ik opgehangen. Dus dan zijn ze ook weer fris. Want het stond op etiket dat je die lakens van het bed eerst moest wassen. Want schijnbaar, wat ik al zei, zit er een soort vezellaag of weet ik veel. Fabrieklaag zit er dan schijnbaar overheen. En daarom moet je ze eerst wassen. Dus ja goed, die lakens zijn er weer droog. Dan kunnen we ze van de week weer nieuw opleggen. Die oude heb ik weggegooid. En nog wat, zo wat handdoeken wat kapot waren. Een douche voor te douchen. Hè. Dus, maar goed, ik ga eten maken. Wat gaan we eten? Ik heb sowieso de oven nodig. Wij gaan brood eten. Ach nee. Een pizza. Margherita. En een pizza salami. Linda eet. We kijken of we even zoeken waar het ligt. Hier. Linda eet haar favoriete maaltijd. Dus, ja goed, in ieder geval. Wij gaan beginnen. Met koken. Tenminste, wat koken heet. Hè. Ja, dus in ieder geval, dat is dat. Even kijken. Dan ga ik eerst salami doen. Ja. En dan een kleine 10 minuten. Dan is dat wel goed. Huh? Yes. Pakken we die, laten we die even dicht. Moment. Ja, terwijl de oven lekker aan het warmen worden is, dus dan is dat, kan dat dadelijk erin, de eerste pizza. En dit maak ik dadelijk voor Linda. En dan was ik dus straks even naar die Frans tweedehandswinkel naar binnen gegaan. Want het was erg druk, moet ik zeggen, daar in een tweedehandswinkel. Maar goed, dat mag. Mag er ook zijn, dus als er maar goede klantjes is, dan is dat wel perfect. Dus, maar dan liep ik zo erdoor, want die gangen waren erg smal. Nou goed, ik moest echt zo aan de zijkant gaan om iemand voorbij te komen. Dus, maar goed, is dat daar aan toe, maar die hebben er allemaal oude meuk wat ze daar hebben staan. Ja goed, kijk, een borden en lampen. Ja goed, lampen waren ook wel oud. Moet ik zeggen, van die ouderwetse bruine lampen en zo, en dat soort dingen allemaal. Dus ja goed, ik hou er persoonlijk niet van, maar ja, dat was, vroeger was dat in, hè, bruin. Ja, dat was geloof ik na de oorlog was dat, meen ik, en dan was dat modern toen. Maar ja, nou heb je wel een ander stijl, moet ik zeggen. Dus, maar ik liep er zo langs die gangen en ja goed, ze hadden daar bedden staan, matrassen, dekbedden. Je kan het gek niet bedenken of ze hebben het daar. En ja goed, dat is wel hartstikke mooi. Stel, je hebt dan iets minder te besteden.
dan is het een ideale winkel om, om daar naartoe te gaan. Dus goed, ik wil niet prijzen, maar ja goed, voor ons gevoel hebben wij, ja goed, ik wou er een beetje gaan snuffelen. Ze hebben daar dvd's, ze hebben daar zelfs nog platen en ja, dat soort dingen allemaal, cd's. Videorecorders hadden ze daar nog, dvd-spelers en ja goed, ga maar. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het daar eigenlijk. Dus kijk, als je nou zegt van, goh, ik heb borden nodig of glazen nodig, weet je, dat soort dingen allemaal. Dat is er ook allemaal te verkrijgen. Maar ja, dan heb je dan van de RD4, dat is ook een kringloopwinkel. En ja goed, die hebben dan iets meer als Frans Tweedehands. Want, ja goed, dat is een eenmanszaak, zal ik wel zeggen. Maar ja goed, het wat personeel in dienst. Maar ja goed, het is een kleine zaak. En dat is dan wel hartstikke leuk om de spulletjes daardoor te gaan snuffelen. Dus ja goed, ik denk ga eens even er langs nogmaals. En ja, de oven is even gepiept. Met de eerste. En dat is dan wel hartstikke mooi. Dus ja. Goed. En zo'n winkel is ideaal als je nogmaals minder te besteden hebt. En dan ben je blij dat je wat spulletjes hebt. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, goed. Dat is wel hartstikke leuk. Nou, Belinda ga ik ook erin zetten. Ik wil op start drukken. Dus we kunnen er dadelijk twee man eten. Dat is Daan. Ik heb mijn jas een beetje verkeerd om. Ja, hoe kan dat? Ik heb de mouwen, wat je eigenlijk aan de armen en ik aan mijn voeten gedaan. Aan mijn been. Ach ja, maar goed. En de papiercontainer was vol. Ja goed, was het voordeel dat we zo'n grote doos hebben gekregen van mijn familie. Dus dat is wel mooi. Nou, in ieder geval, ik ga nog even verder. Ik moet even borden pakken, want we eten voor aan de tafel. Dus ja goed, dus in ieder geval dat gaan we doen en dan kom ik zo meteen bij jullie terug en dan gaan we dat even regelen. Het eten voor Linda is klaar. Hopla. Ja, ik kan dat weer afkoelen. Zo. De volgende is ook klaar. Nou, perfect. Hopla. De laatste erin. En dan kan die ook erin. Hopla. Lekkere pizza. Zo. Kan Linda eten en dan wel de margaritas. Ja. Nog niet zo heel veel zin in de salami. Dus, dan heb ik geluk. Nou, ik ga dat heel even op tafel zetten. Zo, en dan zitten we heerlijk aan tafel. Dan heeft zijn jas aan, ja goed. Koud! Ja. Dus in ieder geval, ja, dan gaan wij maar eerst eten. En dan krijg ik Daan dadelijk. Ik hoorde de oven piepen, dus die pizza is ook klaar. Dan gaan we die ook even eruit halen, hè. Hopla. Zo. En dan is die eruit. Zo. Dan gaan we die even snijden en dan yes. Kan daar nog even. Hopla.
Zo, nou, dan kan Daan ook eten. Alles gesneden. Nou, hier dan. Skin is toch niet echt. Smakelijk eten. En dan is het ook lekker aan dit. Dus, we gaan nog gaan. Like deze video. De boel heb ik hier schoongemaakt, alles opgeruimd. De vaat staat nog niet aan. En ja goed, dan hebben we dat in ieder geval al klaar. Want ik heb dus de rest van de spullen ook al teruggezet. Ja, dus in ieder geval. We gaan nog even chillen. We zitten in de auto. En we gaan even ergens naartoe. Waar dat is, dat zien jullie zo meteen. En dat wordt heel erg leuk en gezellig. Tenminste, geniet er in ieder geval van. We gaan op naar... Ik kan één tipje van de sluier, het is richting Duitsland. Daar gaan we naartoe. We gaan niet naar Duitsland, maar jullie weten net wat we bedoelen. Net daarvoor. Richting Schenveld. Ja, verklaar zo net. Ja, wat we daar gaan doen, dat zien jullie dadelijk. Toedeloen. Wij zijn op de plaats van bestemming zijn we aangekomen en hier is de lichte optocht. Dat komt van die kant af, geloof ik. En wij staan hier bij de kerk. Ja, die was wel leuk. Ja, dus... Hier zullen ze waarschijnlijk dan halverwege komen, dus dat is wel mooi. Ja, maar dan blijf ik dan. Kijk, hallo. Hallo. Dat is wel leuk, dat hebben we nooit eerder gehad, of ja. Gedaan. En Daan is rondjes aan het rennen. Dus in ieder geval, ik zal kijken, als ze hier zijn, dan zal ik ook beeldjes maken. Dus, toedeloe. De lichte optocht gaat beginnen. Heeft er zin in. Ze komt de eerste auto. En daar bij dat huis hebben ze gezellige muziek aan staan daar. De vijfde lichtstoet van week dadelijk komt langzaam maar uit voorbij. Namens Shell van der Laaf, heerlijk u van harte welkom. Het is mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven. Hoeveel dank namens Shell van der Laaf. Hallo. We hebben natuurlijk een kleine bijdrage. Mag ik je foto? Mag je foto? Oh,
gekregen wat hij op het meer gevonden heeft. Maar in de auto is een LP. Een LP van de Party Animals. Ja, de Electro Party Freaks. Dat wou ik zeggen. Wacht, misschien kan ik wel een stukje meespelen. Links, rechts, voor, zo,
paar keer dat de tractor moet duwen. Oei, dat tempel in de fik. Hallo! Ja,
rond, gaat de optocht verder. Wij gaan helaas naar huis, want ja goed, het loopt al bijna middernacht aan. Ik weet niet hoe dat hier normaal is, dus, maar het is wel, ik hoop dat jullie wel genoten hebben. En ja goed, wij gaan richting auto toe. En dan gaan we langzaam afsluiten in de auto. Dus in ieder geval, toedeloe. Terwijl de optocht daar verder gaat. Doei! Wij zitten in de auto en ik hoop dat jullie echt genoten hebben van de optocht. En Linda zet gelijk de koude lucht in. Dus bij deze gaan we de vlog ook afsluiten. En dan nogmaals, ik hoop dat jullie echt genoten hebben. Dus mocht je de optocht nog een keer willen zien, kijk die vooral terug. De lichte optocht. Dit is voor ons en de eerste keer. En de kijkers die we hebben gezien, heel leuk dat jullie er waren. Ja, zeker weten. Dus in ieder geval, bij deze gaan we de vlog afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou we hartstikke leuk en fijn vinden. Ja, ik heb een beetje last van mijn horen. Maar we goed. Laten morgen de spulletjes zien wat we allemaal gedaan ja, hebben. Ja, dus bij deze, vond je dit een leuke video? Deel een like, vergeet niet te abonneren, klik op belletje. We zien ons morgen in een gloednieuwe vlog. Fijne avond allemaal, doei! Doei! Wanneer je nog kijkt, doei! En druk even op die abonneerbutton. En 3, 2, 1. Dankjewel voor het abonneren. En like deze video. Zetten. Ja, dus in ieder geval, tot morgen. Doei. Doei.